Vandaag in de Jensen Show. Er is zoveel, er gebeurt op dit moment zoveel, er is zoveel informatie en iedere dag leren we weer dingen bij. En soms denk ik wel eens, het is maar goed dat we niet alles kunnen behandelen op een dag. Want niet alles is waar je achterkomt wat er speelt op dit moment in onze wereld, is allemaal zo positief. En wij proberen hier natuurlijk toch altijd een positieve draai aan dingen te geven. Niet zozeer een reële positieve draai. Maar ja, de hele dag roepen van de wereld komt tot zijn eind. En dat soort dingen. Daar schiet niemand wat mee op. En zo staan we er ook niet in. Want het is toch op een bepaald vlak loser gedrag. Om zomaar op te geven. Je handen in de lucht te gooien van het einde is nabij. En wat hebben we. Maar als je kijkt en als je merkt en als je ziet. En als je leest wat er allemaal op dit moment gebeurt. In de wereld. Dan leven we in een historisch ongelofelijke tijd. En de meeste mensen, durf ik toch te zeggen, hebben het niet door. Er zijn krachten aan het werk op dit moment. Die ons leven in de toekomst. Wat ons leven in de toekomst zo zal veranderen. En zelfs hoe wij als mens zijn. Al die jaren geweest. Een soort van verandering in een soort van raar technologische hersenen aangesloten op artificial intelligence. En ik weet, dit klinkt zo vaag, maar je zal zien iedere dag dat deze mensen meer en meer en meer macht naar zich toe trekken, komen we naar dat punt toe. Elon Musk zegt er tegenwoordig al van, ja kijk, als je een mens zijn mobiele telefoon ontneemt, dan voelt hij eigenlijk al dat hij geen mens meer is. En ik vind het een fraudeur, die Elon Musk. En heel veel mensen. Ik vertrouw hem voor geen meter met alles wat hij aan het doen is. Met die chips in die hersenen. Tot allemaal satellieten in de lucht inschieten om ons te bespioneren. Ik vertrouw deze man voor geen meter. Ik geloof ook niet dat hij is wie hij zegt dat hij is. En hoe ze hem proberen neer te zetten. Er is iets aan die man. Ik vind hem niet inspirerend. Ik vind het een doodenge griezel. Het is nooit iemand waar je een biertje mee zou willen drinken. Weet je, met zo'n gekke gast die met die ogen draait. Zo'n verschrikkelijke man. Maar die zegt dus letterlijk, en dat is wel een punt. Ja, haal je bij mensen de telefoon weg. Dan voelen mensen zich helemaal, wat moet ik doen, ontregeld. En dit is het meer en meer en meer. Dat mensen zo technologisch afhankelijk worden. En dat proberen ze er ook allemaal doorheen te pushen. En verder om meer controle, controle, controle. Waarom kom ik hierop? Omdat we het vandaag weer eens gaan hebben over die vaccins en de complete misleiding. Als het gaat om hoe erover geschreven wordt in de media en wat er uitgestraald wordt in de media. En ook op social media, want dat is ook een vorm van het probleem waar we nu mee zitten. Er is geen vrijheid van de pers meer als het ware. Want het is geclaimd door één groep. En er mag maar één geluid uitgestraald worden. En dat is op het gebied van social media. En dat is op het gebied van de traditionele media. En dan moeten wij, zeg maar, wij zijn dan de vrije media. Maar dat doen we dus op ons eigen platform, Jensen.nl. Overigens, dank jullie wel. Ik kan het alleen maar doen met jullie steun, hè. Want je ziet, nergens anders kan dit meer gezegd worden. En zeker niet wat je straks allemaal gaat horen en wat ik je ga vertellen. Je wordt er overal van afgeflikkerd, terwijl het de waarheid is. Ga nu naar Jensen.nl voor de hele show van vandaag. Het vrije geluid laat zich niet censureren.